Luister ook eens naar deze podcast. De Wereld. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Welkom. Het is vrijdag. En het is vrijdag 20 september 2024. En omdat het vrijdag is, thank God it's Friday, zit naast mij Nina van der Dungen. Goedemorgen, Bas. Nina, goedemorgen. We gaan het laatste nieuws met je door de komende 20 minuten. Wat hebben we onder meer? Ja, Israël natuurlijk, want er zijn weer een hele hoop ontwikkelingen. Er zijn grootschalige luchtaanvallen gisteravond uitgevoerd op Libanon. En Nasrallah heeft van alles gezegd, dus dat horen we zo meteen. Ja, de kwaliteit van ons water is al jaren ondermaats. In 2027 moeten we voldoen aan de Brusselse normen. Maar wat gebeurt er nou als we dat niet redden? Nou, dat gaan we allemaal vertellen in het komende half uur. En uiteraard zijn er veel meer zaken om te bespreken. We beginnen dan ook vandaag deze vliegende start van je werkdag in Den Haag. Want het kabinet kan gewoon verder met zijn traject, onder meer om noodwetgeving op het gebied van asiel te maken. Ze mogen door met het regeerakkoord, daar komt het eigenlijk op neer. Plan van de oppositie, want dat was het belangrijkste onderwerp wat besproken werd de afgelopen twee dagen, die asielwet. Plan van de oppositie om te kiezen voor spoedwetgeving in plaats van noodwetgeving, dat haalde het niet. Ja, tot 2:30 werd er vannacht vergaderd met een lange discussie over met name dat asielbeleid. We gaan naar politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, wat we wel inmiddels weten is dat PVV en NSC in dit verband niet echt grote vrienden zijn, hè? Als we kijken naar de coalitie. Nee, als je kijkt naar het onderwerp asiel, dan weten we dat PVV en NSC mijlenver uit elkaar liggen. En dat wisten we eigenlijk al een beetje, maar dat heeft het debat nog wel extra duidelijk gemaakt. Maar ondanks die verschillen sloten ze uiteindelijk wel de rijen. Want een motie die opriep om dus over te gaan op spoedwetgeving in plaats van noodwetgeving, dat was een motie met een hoofdelijke stemming van heel veel oppositiepartijen. En daarbij stemde uiteindelijk ook NSC om wel door te gaan met dat traject van die noodwetgeving. Maar Nicolien van Vroonhoven, de fractievoorzitter van de NSC, zei wel, ik heb er een hard hoofd in. Nou, we kregen ook allemaal ambtelijke stukken eerder de dag, waaruit ook bleek dat ook ambtenaren denken dat het heel erg niet kansrijk is dat dit gaat lukken. Maar ze willen het in ieder geval wel een kans geven. Want, ja, zegt NSC, we hebben afspraken met elkaar gemaakt. En het is ook goed bestuur om je in ieder geval aan die afspraken die je met elkaar maakt te houden. Ja. Heeft mevrouw Faber, onze minister van Asiel, al gereageerd op het besluit van de Kamer? Wat zei ze? Nee, Marjolein Faber zelf niet heeft gereageerd. Okay. Want het debat was natuurlijk met premier Dick Schoof, de algemene politieke beschouwing, dus die moest namens haar spreken. Mm-hmm. Maar wat Dick Schoof erover zei, ja, die viel vrij veel in herhalingen. Maar die zei, ja, we gaan het dragen, motiveren, we gaan het nog onderzoeken. En hij zei ook, ja, de besluitvorming in het kabinet heeft nog helemaal niet plaatsgevonden. Ja. Wat ook de reden was dat hij die stukken überhaupt nog niet wilde geven. Dus hij zei eigenlijk, ja, we kijken nu naar allemaal adviezen van ambtenaren aan individuele ministers. Maar we moeten nog een definitief plan met het kabinet maken hoe we dit wel willen gaan doen. Mm-hmm. En hij kreeg er zoveel vragen over van de oppositie dat het op een gegeven moment ook wel leidde tot een hoorbaar geïrriteerde Dick Schoof. Dat besluit, dat stond in het hoofdlijnakkoord, staat inderdaad nu ook weer volstrekt logisch in het regeerprogramma. Er hoeft eigenlijk een minister-president geen opmerking over te maken. Het was merkwaardig geweest als hij er niet in had gestaan. Gelet op de tekst van het hoofdlijnenakkoord. Ja, meneer Jette, u kunt gaan lachen, maar dat is natuurlijk gewoon de logica van het proces. Als je een regeerprogramma maakt op basis van een hoofdlijnenakkoord, werk je vanuit het hoofdlijnenakkoord. Is het volstrekt logisch dat mevrouw Faber ook de opdracht heeft om 110 en 111 uit te werken. En het is ook logisch dat ik als premier en ook als wij ook als kabinet vinden dat je dat dan in je regeerprogramma opneemt. In de wetenschap dat we dat dragend gemotiveerd nog die discussie en of dat dragend genoeg is in die ministerraad moeten voeren. Nou, dat is inderdaad een geïrriteerde schoof, ja. Ja, precies. Ja. En dat 110, 111 dat hij noemt, dat is dan de inzet van een koninklijk besluit om de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet te activeren. Nou, een beetje technisch, maar daarmee maak je het mogelijk om die noodmaatregelen te treffen. Alleen de vraag in die juridische advies aan ambtenaren waar het de hele dag over ging was, kan dat op dit moment? En uit die stukken bleek eigenlijk in alles, het wordt heel lastig, zo niet onmogelijk. Want het gaat dan om buitengewone omstandigheden. Nou, kun je denken aan oorlog, natuurramp, of ja, we hebben recent een pandemie gehad. Maar in die stukken stond bijvoorbeeld letterlijk, omdat het twijfelachtig is dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die noodzaken tot activering. Precies. En er stond ook in de tekst, volgens Binnenlandse Zaken, de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, is er geen sprake van een noodsituatie die de activering rechtvaardigt.
En Binnenlandse Zaken heeft dus zelfs geadviseerd om dit uit het regeerprogramma te halen. Omdat ze zeggen, ja, dit gaat stranden bij de rechter. Ja. Precies, ja. En wie zit er op Binnenlandse Zaken? Judith Uitermark, een minister van NSC weer. Ja, ja. Die partij die al zo kritisch is op deze plannen. Precies. Wilders, die heeft gezegd, spoedwetgeving doen het sowieso noodwetgeving. En die had een bepalende stem, het lijkt de premier wel. Ja, Wilders zei ook tegen journalisten, ik heb geen ruggengraat van een banaan, een mooie uitspraak. Maar die staat inderdaad eigenlijk aan de kant van de premier. Of de premier staat aan de kant van de PVV, hoe je het wil zien. Maar die zegt inderdaad, minister Faber, Marjolein Faber, heeft nog niet eens de kans gehad om met een goed degelijk onderbouwd plan te komen. Het zou toch wel gek zijn als ik nu bij het eerste beetje tegenwind nu al zeg, nou ja, weet je wat, we hebben 7 maanden onderhandeld. Maar ik vind het prima, ik geef dat plan nu al op. Nou ja, de PVV heeft natuurlijk gezegd, het strengste asielbeleid ooit. We zitten in een noodsituatie op het gebied van asiel. Dus die zegt in ieder geval voorlopig dat dit kabinet en de minister dit plan moeten doorzetten. Ja. Of het gaat lukken, ja, dat is natuurlijk iets wat we moeten gaan zien en waar vraagtekens bij zijn. Gevoeligheden staan heel even tussen PVV en NSC in dit verband, maar die twee andere coalitiepartijen, hoe liggen die in de discussie, BBB en VVD? Nou, BBB die kwam op een gegeven moment ook naar de interruptiemicrofoon om een beetje in de lijn van de PVV te zeggen, jongens, geef het kabinet nou in ieder geval kans om dit nou nog in ieder geval uit te werken. Dus die steunen dat. En VVD-leider Dina Jessicus die probeerde op een gegeven moment in het debat een eind te maken aan de hele discussie. Voorzitter, ik kan niet de enige zijn die berichtjes ontvangt van kijkers, van kiezers, van mensen die zich afvragen wat we in hemelsnaam hier aan het doen zijn, wat hier gaande is. Voorzitter, ik hoor verschillende modellen langskomen. Het lijkt mij heel erg goed dat het kabinet ondertussen, terwijl het aan het werk is om de noodrecht uit te werken, om ook ondertussen tegelijk aan de slag te zijn met de spoedwet. Al die voorstellen kwamen langs. Ga aan de slag. Het had al af kunnen zijn, zeg ik richting mevrouw Faber. Dit is hier haast bij. Doe je best. Ja. Precies, maar wat wel opvallend is, zij zegt dus eigenlijk, ze geeft een soort opening, want ze zegt, ga door met dat traject van die noodwetgeving, maar ga ook alvast werken aan zo'n spoedwet, eigenlijk wat de oppositie zegt dat je beter kan doen. En wat dat dan wel weer interessant maakt, is, Dylan Jessicus was natuurlijk de vorige minister van Justitie. En in haar tijd is er ook al onderzocht of je die noodwetgeving kan doen. En in die stukken die we dus openbaar hebben gekregen, kon je dus ook alweer zien dat toen ook al negatief is geadviseerd over die noodwetgeving. Dus zij weet eigenlijk uit ervaring waar het op dat het gewoon heel lastig gaat worden om die noodwetgeving te gaan doen. En overigens wel weer grappig daarbij is dat de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid in die tijd dat zij de minister was, Schoof was. Dat was nog premier Dick Schoof. Dus die was er ook nauw bij betrokken in de periode dat ze dat al onderzocht hebben. Ja. Dus ja, er zijn veel mensen die weten dat dit eigenlijk een vrij kansloze, zo niet onmogelijke missie is. Maar ze gaan het alsnog proberen en daar is nog steeds wel steun voor. Ja, Mats, even naar het andere. Want zijn er andere dingen nog besproken? Want dit was dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het is 2 dagen, wat we al vreesden, alleen maar over dit verhaal, een noodwetgeving voor asielprocedures gegaan. Andere, toch wel wat heikele dingen als klimaatverandering, stikstofuitstoot, boerenaanpak, BTW-verhoging. Niet veel van gehoord, hè? Nou, dat valt best wel mee, hoor. Want omdat deze ambtelijke stukken kwamen pas gistermiddag en toen nog met veel zwartgelak te delen. Ja. Dus daardoor kwam 's avonds een nieuw pakket. Dus eigenlijk het hele asieldebat werd pas gisteravond vanaf 8:30 gevoerd. Dus gisteren overdag is het over al die andere onderwerpen gegaan. Dus best wel veel inhoudelijk debat, maar ja, je ziet wel dat er weinig ruimte is, hoor. Dick Schoof, je merkt aan hem dat sommige onderwerpen, daar kan hij goed mee uit de voeten, internationaal of veiligheid. Andere onderwerpen, vooral de financiële onderwerpen, merk je dat hij vaak toch vrij kortaf op oppositievoorstellen reageert met dingen als, ja, wij maken andere keuzes, er is geen geld, er is geen ruimte om het anders te doen, dus jullie hebben heel veel wensen, maar jammer maar helaas. Ja. Er zit wel een kleine opening bij het kabinet op die BTW-verhogingen. Ze hebben wel gezegd, nou ja, die BTW-verhoging op bijvoorbeeld sport en cultuur, we zijn wel bereid om te onderzoeken of dat anders kan, mits dan het geld dat je daarmee ophaalt ergens anders gehaald kan worden. Nou, dat gaat om 2,3 miljard per jaar. Dat is een enorm bedrag. Iets wat je natuurlijk niet zomaar ergens vandaan haalt, waarmee dus de verwachting dat daar echt een opening zit ook alweer een beetje getemperd is. En verder op alle andere voorstellen van de oppositie kwam toch voornamelijk het antwoord, jammer, maar geen geld. Wij hebben al andere afspraken gemaakt. Ja. Wat gebeurt er verder vandaag in Den Haag, Mats? Nou, we kunnen eindelijk weer een beetje bijkomen na deze drukke week. Want na Prinsjesdag en de algemene beschouwingen is het even wat rustiger. Maar we hebben gewoon wel weer de ministerraad en de wekelijkse persconferentie natuurlijk van Dick Schoof. Dankjewel. En ook dank voor jou en Leendert. Keiharde werk deze week. Mats Akkerman.
Stel je voor, je bent wereldwijd zo'n beetje de allereerste die in die enorm ubervette Cybertruck van Tesla mag rijden. Stopt hij ermee? En niet door autopech, nee. Meneer Elon Musk zet zelf jouw nieuwe pronkstuk op afstand uit. Oh ja? Dat is echt gebeurd, hoor je over 10 minuten. Njaakje Maas. Ochtendnieuws. Israël heeft een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Libanon vannacht. Israëlische strijdkrachten melden volgens Israëlische media dat er meer dan 100 raketinstallaties van Hezbollah zijn gebombardeerd in het zuiden van Libanon. En er wordt dan ook gesproken over de hevigste aanval op Libanon sinds de start van de Gaza-oorlog op 7 oktober. Nou, gisteren hoorden we Yoav Galant al, de baas van Defensie in Israël, zeggen: we gaan het front verleggen naar het noorden. Dat is redelijk gebeurd. Bij ons Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent vanuit Beirut. Tara, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Israël en Hezbollah bestoken elkaar al maanden. Dat weten we over en weer altijd. Raketten die afgevuurd zijn. Maar is dit anders dan anders? Ja, het is wel enigszins anders. En het verschil zit hem met name in de schaal van de aanvallen. Afgelopen maanden ging het met name om een stuk of 10 aanvallen, bombardementen, beschietingen per dag, wederzijds. En gisteravond heeft de Israëlische luchtmacht in ongeveer 2 uur rond de 100 bombardementen uitgevoerd. Ja. Dus dat is een behoorlijke escalatie. En wat hebben ze daarbij geraakt? Echt alleen maar doelen van Hezbollah? Hopelijk. Ja, wat ze zeggen is dat zij raketinstallaties hebben geraakt, wapendepots en militaire gebouwen. Ja. Van de Libanese kant is er nog niet heel veel duidelijk geworden. Hezbollah heeft nog geen statement uitgegeven. Maar lokale bronnen zeggen dat het ook met name gaat om oude raketinstallaties en oude locaties die al bekend waren en alweer verlaten. Ja. Dus dat het militair niet eens zo'n hele grote impact zal hebben. Oké, wat hoor jij, pik je op aan reacties vanuit het Midden-Oosten? Ja, de mensen zijn gespannen natuurlijk. Er is veel angst voor dat dit het begin is van een escalatie hier in Libanon. Meer dan, wat we al zeiden, de 10 beschietingen die de afgelopen maanden over en weer gingen. Mm-hmm. Net als secretaris-generaal Guterres zei, is dit een behoorlijk risico voor een dramatische escalatie. En mensen zien ook de parallel met hoe de campagne in Gaza begon. Dat eerst veel luchtaanvallen kwamen voordat er een luchtinvasie kwam. Dus die parallel zorgt voor angst bij mensen. Ja, ja, en dit is allemaal gebeurd nadat afgelopen week die piepers en portofoons zijn opgeblazen, waarbij de vingerwijzing naar Israël is. Hè. Dat zou de communicatielijnen van Hezbollah hebben doorkruist. Gisteren hoorden we daarover de baas van Hezbollah, meneer Nasrallah, nog zeggen dat er wraak komt. Alle lijnen zouden zijn overschreden nu, na deze aanvallen. Wat kunnen we verwachten? Want ja, we weten, Hamas en Hezbollah, dat zijn misschien in gedachtegoed twee gelijke partijen. Maar als je praat over aanvalskracht, is Hezbollah veel en veel sterker. Precies, Hezbollah is vele maten sterker en heeft ook veel meer strijders bij zich. Een 10-fout minimaal. Ja. Plus Hezbollah heeft veel meer toegang gehad de afgelopen jaren tot wapens en financiën van Iran. Ja. De echte grote terugslag van Hezbollah van Nasrallah laat nog op zich wachten. En hij gaf gisteren ook aan dat hij dat niet groot gaat bespreken. Nee. Niet met alle landen gaat bespreken. Maar dat hij dat in een kleine kring houdt. Gisteren heeft wel Hezbollah het dorpje Metula, wat aan de andere kant van de grens in Israël ligt, meer heftig bestookt dan zij ook normaal gedaan hebben. Dus ze hebben een raket of 10 op Metula gestookt. En daardoor zijn aan de Israëlische kant ook daar veel dorpen geëvacueerd en ontruimd. En alle scholen dicht, et cetera. Maar de echt grote aanval en reactie zal nog even op zich wachten. En wellicht dat Nasrallah ook denkt dat hij even moet hergroeperen en de communicatielijnen moet stellen. Duidelijk, dankjewel. Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. En dan meldt de Wall Street Journal dat er de komende maanden geen staakt het vuren komt in de Gazastrook. Amerikaanse bronnen die verwachten niet dat het gaat lukken voor het einde van de ambtstermijn van president Biden in januari. En dat terwijl Washington natuurlijk al maanden zegt van: jongens, we zijn er bijna, er is bijna een deal. Ja. Ook lieten de Amerikanen heel recent nog weten dat 90% van die deal al rond zou zijn, hè, voor een staakt het vuren en ook de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Maar nu worden die verwachtingen totaal getemperd. Amerikaanse topfunctionarissen van de White House, maar ook van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van het Pentagon, die zeggen: reken er maar niet op voor de komende tijd. Ondanks dat blijven de Amerikanen wel gesprekken voeren om tot een deal te komen. En natuurlijk ook erop aandringen dat er in elk geval gepraat blijft worden. En wie weet dat het dan toch nog ergens toe leidt.
En dan gaan we kijken naar deze beursdag. Nou, die draait eigenlijk om één iemand die gewend is voor grote zalen te spreken. Wesley Weerts van BNR Beurs. Een van de machtigste vrouwen ter wereld en de machtigste vrouw van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, houdt een toespraak. En die toespraak die houdt ze tijdens een evenement van haar oud-werkgever, het IMF. Lagarde was daar jarenlang de baas. Verwacht wordt dat ze tijdens haar speech ingaat op de staat van de wereldeconomie, want van de VS tot aan Europa, er wordt namelijk zo'n beetje overal gevreesd voor een recessie. En in haar nieuwe rol, of haar bestaande rol als baas van de Centrale Bank, kan ze zo'n recessie voorkomen of in ieder geval de schade zoveel mogelijk beperken. En ook het CBS laat van zich horen en het CBS weet te melden hoe somber we zijn, en met we bedoel ik wij Nederlandse consumenten, als het gaat over de economie en onze eigen financiën. Ja, nooit somberheid bij Wesley Weerts, Jelle Maasbach en hun team. De mannen van BNR Beurs, elke werkdag 6:30 live op deze zender of als podcast terug te luisteren. In bijvoorbeeld BNR's podcast appje, dat is bnr.nl. Ja, precies, makkelijk. Kwaliteit van het water in ons land is ondermaat, zegt het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, in een nieuw rapport. Als het kabinet niet snel in actie komt, dan valt een nieuwe stikstofcrisis niet uit te sluiten. Want we moeten voor 2027 alle gestelde normen uit Brussel halen, want anders gaat de bouw nog verder op slot. We gaan erover praten met een onderzoeker van het PBL, Rink Kuiper. Meneer Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er dan precies fout met ons water? Hoe erg is het? In 2027 heeft Nederland met de Europese Unie afgesproken dat waterkwaliteitsdoelen worden gehaald. En het ziet er uit dat dat niet echt gaat lukken. Dat is een van de conclusies die we trekken in onze monitor van de Nationale Omgevingsvisie. Ja. Waarin we eigenlijk over een heel breed veld in beeld hebben gebracht hoe het er in Nederland met de leefomgeving voor staat. Oké, maar eventjes naar die waterkwaliteit zelf. 2027 moeten we dus voldoen aan die Brusselse normen. Voldoen we dan niet, dan geeft dat ook beperkingen. En dat moet u eens uitleggen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Voor ons bouwagenda, hè? Ja, dat klopt. Nou, het is niet zo erg dat als we de doelen niet halen dat er gelijk alles op slot gaat. Want er is toch nog een soort ontsnapping dat als je in 2027 een heel concreet maatregelenpakket hebt als Nederland. En als dat ook echt juridisch is vastgelegd, ja, dat zou ook nog kunnen. Je kunt niet zeggen dat Nederland zonder meer op slot gaat. Ja, ja. Dat is uiteindelijk aan de rechter. Duidelijk. Maar meneer Kuiper, als we praten over die maatregelen, je krijgt dus een beetje respijt voor het feit dat je in 2027 niet voor elkaar hebt. Dan moet je met een verrotte goed plan komen, neem ik aan. Wat voor maatregelen moeten we dan aan denken? Waar moet je dan op gaan koersen als regering? In het water zitten natuurlijk allerlei stoffen die daar van natuur niet thuis horen. In een te hoge concentratie. En dan moet je toch proberen om verontreinigde stoffen uit de industrie of meststoffen uit de landbouw omlaag te krijgen. Ja, dus meer microplastics, PFAS, poep, dat soort dingen. De echte nieuwe stoffen als PFAS, die zitten nog niet eens echt in alle criteria van die kaderrichtlijn water, maar je zou kunnen denken aan allerlei andere verontreinigingen. Ja, precies. Maar er is nog een scenario, dat zien we nu bij het kabinet Schoof, wat aangetreden is. Die zeggen, nou, we gaan met Brussel heronderhandelen over bijvoorbeeld, dat zien we in de hele stikstofdossiers. Zou dat hier ook kunnen? Dat ze zouden kunnen zeggen, nou weet je wat, we negeren Brussel totaal, kom maar op. De kans is groot dat Nederland dan in 2027 door de Europese Commissie in gebreken wordt gesteld. Mm-hmm. En het is nu ook zo dat Nederland niet alleen wat betreft waterkwaliteit, maar ook op sommige andere dossiers niet echt goed scoort. Hè. Soms is Nederland echt een hekkensluiter. Mm-hmm. En je kunt je afvragen of Nederland dan voldoende krediet heeft bij andere Europese landen om zo'n uitstel te kunnen bedingen. Vooralsnog ziet het daar niet naar uit. En krijgen we dan niet dat respijt van Brussel op de een of andere manier, omdat we of ons maatregelenvoorstel niet kunnen rondbreien of hebben de waterkwaliteit niet op orde, dan gaat de subsidiepot dicht of wat kan Brussel ons dan aandoen? Dat is nog in de schoot der toekomst verborgen, maar laten we er vooralsnog van uitgaan dat het Nederland lukt om in 2027 wel echt een goed maatregelenpakket neer te leggen, wat ook juridisch goed is vastgelegd. Ja. Duidelijk, dank voor de toelichting, Rink Kuipers, onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving.
We gaan naar de belangrijkste uit de kranten, Nina. Nou, in het AD lezen we dat de Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck, voor komende maandag een autotop heeft belegd. Daar verwacht hij autobouwers, vakbonden en toeleveranciers. We hebben heel veel alarmerende berichten de afgelopen weken gehoord, hè, onder andere over Volkswagen. De Duitse autosector zit in een crisis. Ja, en de overheid moet bijplussen waarschijnlijk, hoorden we gisteren. Dan de Belastingdienst stelt de nieuwe vermogenstaks in 2027 uit. Opnieuw slecht nieuws in het hoofdpunt dossier box 3. Volgens de Belastingdienst is invoering op basis van wettelijke rendementen, die vermogensheffing op basis van echt rendement in 2027, gewoon onmogelijk, zegt het FD. Van de Telegraaf, de consument kan eigenlijk voor een prikkie naar China vliegen. Air France en KLM zijn de klos. De Chinese luchtvaartmaatschappijen die stunten met goedkope tickets op de Europese markt, omdat ze over Rusland kunnen blijven vliegen. En daardoor dreigen andere maatschappijen, zoals Air France KLM, steeds meer in de knel te komen op Aziatische routes. En dan in de Telegraaf nog een verontrustend verhaal, als je nog even naar de kust wil dit weekend. Monstergolven nog veel woester. Extreme monstergolven op zee kunnen hoogtes bereiken van maar liefst 30 meter. Dat is 4 keer zoveel als tot nu toe werd aangenomen. Heeft baanbrekend onderzoek van wetenschappers uit Delft en Edinburgh aangetoond. En de bevindingen over die golven die deze week worden gepubliceerd in het tijdschrift Nature, ja, die geven nogal wat golven in de wetenschappelijke wereld ook, zo schrijft de krant. Nou, ik zou zeggen, ja, Tjemaas, je weet wie dat zei, hè? Sacha Baron Cohen. Ja, precies. Ja. Nou, hartelijk dank. Ik weet niet of het echt klopt, maar in Tsjetsjenië, ik weet niet hoe ze daar dankjewel zeggen. Maar, ik weet het niet. Tsjetsjenië is een beetje roestig. Ja. Maar het is wel waar dat een van die mannen daar de allereerste wereldwijd was die in de Cybertruck van Tesla zat. Hè? Daar zit je dan, heel stoer, achter het stuur, klaar om weg te scheuren. En dan. Hij doet het niet. Nee, dat gebeurde de Tsjetsjeense rebellenleider Ramzan Kadyrov. Hij schrijft op Telegram dat Elon Musk persoonlijk zijn Cybertruck op afstand heeft uitgezet. Wat onfatsoenlijk, schrijft hij daarbij. Kadyrov was heel trots op de Cybertruck. Hè. We hebben die beelden van hem gezien, want ze waren viral. Een machinegeweer erop gemonteerd. Ja, hij was echt helemaal Kadyrov-style. Ja, ontzettend stoer. Hij is een bondgenoot van Poetin, hè, Kadyrov. Hij zegt dat hij de Cybertruck heeft gebruikt ook in de oorlog in Oekraïne. En hij had eerder ook Musk bedankt. Dankjewel voor deze Cybertruck. Musk die reageerde toen furieus op X. Ben je echt zo achterlijk dat je denkt dat ik een Cybertruck aan een Russische generaal heb gegeven? Nou, hij had hem, maar inmiddels doet hij het dus niet meer. Hij zou dus, zegt hij, Kadyrov, op afstand door Musk zijn uitgezet. Misschien dat hij nog ergens een Chinese EV vandaan kan halen. Ja, of hij kan misschien bellen met Poetin, een Auris. Kijk, dat is de Rolls-Royce van de Russen. Echt een heel fout ding. Als je daar de achterkant van afzaakt, kan daar nog net een machinegeweer op. En die kan hij niet uitzetten.